leukste van de E3 is toch van die games waar je vooraf eigenlijk helemaal niks weet en die dan hier eenmaal op de beursvloer echt een hele erg leuke verrassing blijken te zijn. Zo'n game was Hitman Absolution. Hitman is dus terug, agent 47, hij is nog steeds kaal, heeft nog steeds die tattoo op zijn achterhoofd en hij moet nog steeds sluipen. Toch is er wel iets anders in deze game, want in Hitman Absolution is onze Hitman het slachtoffer en niet langer de dader. Tenminste, er wordt op hem gejaagd en hij is niet langer alleen de jager. De politie zit hem dus constant op zijn hielen en dat maakt de game eigenlijk wat spannender dan je van Hitman gewend bent. Verder is Hitman Absolution toch wel weer een echte Hitman waarbij je vooral sluipend door het leven zal gaan en je slachtoffers voornamelijk van achteren zult neerhalen. Dat kan op verschillende manieren. Je kunt het met hulpmiddelen doen, je kunt het met wapens doen. Je kunt het ook op een niet dodelijke manier doen en je slachtoffer alleen maar bewusteloos maken en hem uit de weg slepen. Verder heeft de Hitman uiteraard weer zijn instinct. Wat wil zeggen dat je weer enigszins kan zien wat je tegenstanders van plan zijn. Dus je kunt zeg maar door de muren heen kijken waar de vijanden zich bevinden en wat ongeveer de route is die ze zullen gaan nemen. De game ziet er wel iets anders uit dan je van Hitman gewend bent. Het heeft een iets meer tekenfilmachtige stijl, een beetje in de stijl van Batman Arkham Asylum. Ik vind het heel erg mooi, maar je moet er wel een beetje van houden. Het ziet er wel heel goed uit overigens en vooral de belichting is erg mooi. Kortom, heerlijk van die verrassingen. Game ziet er goed uit, lijkt me heel spannend om te spelen. Komt in 2012 op PC, Xbox 360 en PlayStation 3.